De Nationale Ontwikkelingsbank NOB en het EFS College COFAP hebben vandaag een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Wat deze samenwerking uniek maakt, is het feit dat het mogelijkheden biedt aan de studenten op mbo-niveau om in aanmerking te komen voor studiefinanciering van de NOB. Voorheen was dit alleen mogelijk voor hbo-studenten. Na goedkeuring komt de student in aanmerking voor een volledige studiefinanciering, waarbij de studiegelden rechtstreeks overgemaakt worden naar het Elsjevink Sanitair College COFAP. Hierdoor kan de student zich nog meer focussen op het behalen van het diploma. Het AFS COFAP is blij met deze ontwikkeling, omdat het doorstuderen vanuit mbo naar hbo een belangrijke doelstelling is en dus door deze samenwerking wordt bevorderd. Volgens Angele Wallerlei Kumbangsila, directeur van de onderwijsinstelling, kunnen de meeste van de hbo-studenten hun opleiding bekostigen, terwijl voor de mbo-studenten het wat moeilijker was. De challenge was bij de mbov-studenten, de ziekenverzorgende en de verpleegassistenten. Dat zijn mensen die gewoon rechtstreeks van de schoolbank komen. Die werken nog nergens, zijn vaak afhankelijk van hun ouders. En voor hun is het vaak ook moeilijker om de opleidingskosten te betalen. Alhoewel deze opleidingskosten, doordat wij gesubsidieerd worden, vrij laag liggen. Wij hanteren dus geen marktconforme tarieven voor opleidingen. Wij vragen slechts een fractie van de kosten. Omdat wij subsidie krijgen, maar wij krijgen van het deel dat we nodig hebben, we krijgen maar 40% van de subsidie die we nodig hebben toegezegd. En dan nog vorig jaar van die 40% hebben we veel minder ook binnengehad daadwerkelijk. Dus COFAP moet wel ergens proberen wat geld te verdienen. En opleidingen, dat is het enige wat wij aanbieden als dienst. Terug even naar de studenten. De challenge bij de mbov en verpleegassistenten en zv was dus van hoe kunnen we het zo ver krijgen dat die mensen ook aan een financieringsbron kunnen komen. De gesprekken met NOB waren vorig jaar al gestart en we hebben dus eigenlijk heeft de NOB ons ook gechallenged van weet je waarom gooien die opleidingen niet open, want zoals mevrouw Boudou dat zei, het gaat een enorme spin-off effect hebben. De kosten voor opleidingen van, die door ziekenhuizen en andere zorginstellingen gemaakt werden, gaan nu drastisch omlaag. Omdat deze studenten nu gewoon door NOB worden gefinancierd, een studiefinanciering hebben. Wani Boudou, directeur van de Nationale Ontwikkelingsbank NOB, zegt dat er goede afspraken worden gemaakt omtrent de aflossing. Zo wordt ook aan de studenten gevraagd om bijvoorbeeld bij verhogingen van hun salaris het aflossingsbedrag ook te verhogen. Standaard is het bij iedereen zo dat je volgend jaar een beetje meer gaat verdienen dan dit jaar. En dat is dan de afspraak met de studenten. Als je volgend jaar een beetje meer verdient dan dit jaar, denk in eerste instantie aan ons. Omdat ook het fonds natuurlijk in leven moet blijven, waardoor ze dus dan wel terugkomen om hun aflosbedrag te verhogen. Een ander ding dat wij op dit moment ook meemaken, en dat is omdat wij de particuliere opleidingen ook financieren. Studenten die bijvoorbeeld studeren op FHR, op PTC, op Janssen en Partners, Boshuizen, waar ze collegegeld moeten betalen en het collegegeld is in vreemde valuta. Veel studenten hebben gebruik gemaakt tot nu toe van de deelbetaalmogelijkheden van die opleidingen. En vroeger was 1 US dollar 3 en vandaag is die 7, tweemaal. Hetzelfde geldt voor de euro. En dan zijn de studenten naar ons toegekomen om te zeggen van ik betaalde het wel in delen, maar ik kan hem niet, kan ik lenen. En ook dat hebben wij gehonoreerd, waardoor wij dus heel veel studenten hebben die al begonnen zijn aan de opleiding en halverwege het schooljaar bij ons zijn gekomen om een lening aan te vragen. Aldus Wani Boudou, directeur van de Nationale Ontwikkelingsbank. De instelling en het college COFAP hebben vandaag een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Studenten op mbo-niveau kunnen nu ook in aanmerking komen voor studiefinanciering van de NOB.